heeft hij de hele middag met een tiental boeren uit Almelo en omgeving gesproken over hun toekomst. Er waren ook een paar jongeren bij. Wat heeft hij hen zo vlak voor de verkiezingen te bieden? Nou, in ieder geval dat ik vind dat er een toekomst is voor de landbouw in Nederland. En u noemt al heel terecht, er waren ook jonge boeren bij. Ook voor die jonge boeren is er een toekomst in Nederland. Moeten ze zich goed realiseren. De Nederlandse landbouw is belangrijk voor de wereld. En dat zal het ook in de toekomst zijn. Het zal anders moeten. De landbouw zal moeten verduurzamen. Mm-hmm. Het zal meer in balans met de omgeving, met de ecologie moeten plaatsvinden. Maar dan nog zal er ook dat nieuwe duurzame landbouwsysteem zal van wereldklasse zijn en zal veel toekomst hebben. We hebben het gehad bijvoorbeeld over hoe de boer ook kan bijdragen aan natuur- en landschapsbeheer. Wat we kunnen doen aan mestverwerking en aan het beperken van de emissies uit de mest. Mm-hmm. We hebben het ook gehad over het verdienmodel van de boer. Hè, om ervoor te zorgen dat hij ook goed betaald krijgt voor zijn producten. Nou, we hebben een aantal van die aspecten besproken die echt met de toekomst van de boer te maken hebben. Met het perspectief voor die toekomst. Je zult maar pas melden zijn, dan zit je al sinds 2019. Zit je in de spanning. Mag ik nog weer doorboeren, ja of nee? Ook een groot probleem die ook door de overheid zelf veroorzaakt is. Dat is echt een probleem. We hebben natuurlijk de toeslagenaffaire, we hebben Groningen. Maar ik vind die pasmelders in dezelfde lijn ook een van de problemen. En inderdaad, we zijn op weg naar een nieuw kabinet. Het kabinet is helaas gevallen. Dat was wat mij betreft niet nodig geweest, maar het is ook jammer. Juist omdat we zo ver gekomen waren met het landbouwakkoord, waar al die antwoorden over het perspectief, over een goed verdienmodel voor de boer, over die verduurzaming van de boer en ook hoe we als samenleving daar een bijdrage aan gaan leveren. Dat was allemaal keurig netjes afgesproken in het landbouwakkoord met heel veel geld erbij. Al die partijen die nu straks de formatie ingaan. De Partij van Arbeid GroenLinks. Ja, die had toch heel veel dingen erin staan. En natuurlijk zitten daar accentverschillen met de ene partij en de andere, maar overal zaten veel elementen terug. Dat ook die partijen straks aan de slag kunnen met ook die elementen van het landbouwakkoord om goede afspraken te maken.